De woning wordt wat kleiner dan deze schuur. En in ieder geval een stuk fraaier. Ik heb met de wethouder van destijds contact opgenomen. Waarom staan die huizen daar nog? Want die zitten als een prop eigenlijk in de flessenhals. En hij zei, dit project om dit industrieterrein weg te halen kostte 40 miljoen. En er was 36. Dus ja, die huizen wilden ze wel weg, maar dat was gewoon financieel echt niet haalbaar. We zien overal dat er veel menselijke activiteiten zijn. En dat er geknabbeld wordt aan de mogelijkheden voor dieren en planten om zich te kunnen verplaatsen van de ene plek naar de andere. En daarom is zo'n verbinding als dit zo cruciaal. Nu heeft de bestemming natuur, maar het is geen natuur. Het is gewoon verharding en rommel. En straks dan gaan we eraan werken dat het echt ook die natuurkwaliteiten gaat krijgen. Dat is de bedoeling.